Burgemeester Hulst vindt grenssituatie van de zotte. Het is vrijdag 5 juni, dit is Zeeland Nu. Belgen wel hierheen, maar andersom onduidelijk. Twee nieuwe knieën in één operatie. En ophef rondom statenlid van Forum voor Democratie. Goedenavond, maar we gaan eerst naar het nieuws over de compensatie voor de marinierskazerne. Het Zeeland Nieuws meldt dat Zeeland onder meer een zwaar beveiligde gevangenis en een snellere trein naar de Randstad krijgt. Speciaal adviseur Bernard Wintjes is sinds een paar maanden bezig om een compensatiepakket samen te stellen waar zowel Zeeland als het kabinet zich in kunnen vinden. En aangeschoven is Ariane Lafort. Ariane, is er nu een akkoord? Nee, heel duidelijk, er ligt nog geen akkoord. Maar bepaalde onderdelen van het compensatiepakket die al lang rondzoemden en waarover wij ook al hebben bericht, ja, die komen nu heel stil naar buiten. Het vermoeden is toch dat vanuit de ministerraad is gelekt, hè, naar de Haagse pers, wat zou betekenen dat dit onderdelen zijn waar het kabinet zich wel in kan vinden. En dan heb je het over inderdaad die snellere trein vanuit Zeeland naar Rotterdam. In ieder geval 20 minuten sneller dan nu het geval is. En heel belangrijk, het plan om van Zeeland een zogenoemde LAW-delta te maken. Dat betekent een extra beveiligde gevangenis, hè, zo'n EBI, waarvan eerder werd gezegd, nou ja, die gaat naar Noord-Nederland, zou toch naar Zeeland komen, met daarbij een speciale rechtbank en ook een kennisinstituut voor zware georganiseerde criminaliteit. Dus nog geen definitief akkoord dus? Nee, geen definitief akkoord. Aanstaande maandag komt staatssecretaris Raymond Knops, hè, van Binnenlandse Zaken, komt naar Zeeland toe om met Zeeland over dit pakket te praten. Want er zijn nog meer onderdelen waarover dan ja, niet gelekt is en misschien dus nog geen consensus is. Want er zijn nog meer punten die in het akkoord terecht gaan komen? Ja, nou, er inderdaad, wat er is, wat er blijkbaar nu op tafel ligt, hè, want ook Provinciale Staten van Zeeland, hè, de Zeeuwse Tweede Kamer, die is vanmiddag bijgepraat door Wintjes. Er ligt nu een 8-puntenplan van Wintjes voor die compensatie op tafel. En dat is een lijstje. Bijvoorbeeld wat daar ook bij hoort, is heel belangrijk, een 380 kV elektriciteitskabel, hè, voor de elektriciteit vanaf de windmolenparken op zee, met een die zal een aftak zou krijgen naar Zeeuws-Vlaanderen. Heel belangrijk voor Douw en Yara, hè, die daarmee willen vergroenen, dat ook echt nodig hebben. Maar bijvoorbeeld ook een kennisinstituut, hè, voor water, voedsel en energie. Geld voor de kenniswerf in Vlissingen. Maar ook bijvoorbeeld een huisartsenopleiding. Ook dat zijn punten die Zeeland ook wil hebben. Ja, en voor de zomer moet alles af zijn. Wintjes heeft altijd gezegd, we moeten er voor de zomervakantie uit zijn. Want na de zomervakantie, dat begint in Den Haag langzaam maar zeker, beginnen de campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen, hè, in maart volgend jaar. Ja, Zeeland heeft nu nog de aandacht voor die marinierskazerne. Dat hele gevoelige dossier. Hè, Zeeuwen voelen zich nog steeds bedonderd en belazerd. Maar na de zomervakantie, richting verkiezingen, dan gaat de aandacht voor Zeeland verslappen. Dus we moeten nu het ijzer smeden, nu het heet is. Ariane Lafort, dankjewel. Hulst is boos op België. Burgemeester Mulder van de meest Vlaamse stad van Nederland noemt de situatie aan de grens op dit moment van de zotte. Volgens Mulder is er veel onduidelijkheid over wat er nou wel en niet mag. En dat zorgt voor irritatie. Afgelopen week opende België plotseling de grenzen weer, nadat ze 2,5 maand dicht waren vanwege het coronavirus. En dat alles zonder overleg. Ja, ik vind het een beetje een chaos worden. Het is echt van de zotte. Er is heel veel onduidelijkheid over de regelgeving. Je mag wel op familiebezoek, noodzakelijke boodschappen doen mag ook, maar funshoppen dan weer niet. Tanken wel, kortom, onduidelijkheid. Nou, formeel is de grens nog dicht. Als je het crisiscentrum belt, dan zeggen ze het mag wel. En dan kom je oom agent tegen, dan is het maar net welke agent je tegenkomt en die geeft dan een boete van €360. Ja, dat is natuurlijk heel vreemd. Tot van de week zelfs iemand die via België naar Brabant reed, die kwam bij de Brabantse grens, daar werd hij aangehouden en toen had hij de keuze of een boete betalen of terugrijden. Ja, dat zijn dingen die echt niet kunnen. Dan denk ik, laten we dan alsjeblieft wat duidelijkheid hebben. Zet die grens open, want dit is gewoon dit is niet te doen. Mulder heeft inmiddels een brief geschreven naar de Belgische minister De Crem, maar een antwoord blijft vooralsnog uit. Volgens de burgemeester is de situatie niet goed voor de verhoudingen. Ik ben echt boos, weet je wat het is? We hebben een hele goede samenwerking. We zijn heel blij met de Belgen die hier komen. Dat is van oudsher. En eigenlijk door dit soort dingen, ja, dreigt dat gewoon verprutst te worden. De burgemeester hoopt daarom snel op duidelijkheid. In ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen komen de gewone, geplande operaties weer op gang. En daar zitten ook bijzondere operaties tussen. Bijvoorbeeld patiënten die in één operatie twee nieuwe knieën kunnen krijgen. Uniek in Nederland.
De heer Van Drie is een van de allereerste patiënten. Hij kreeg deze morgen 2 nieuwe knieën tegelijkertijd. En laat deze eens even zien. Heel goed. En dan mag je voorzichtig buigen. De eerste keer is spannend, maar dit is de 4e keer. Dit is, meneer is de 4e die we nu gedaan hebben, is ook best wel spannend. Het is toch een hele logistiek van tevoren, maar zeker ook op de operatiekamer zelf. En inmiddels hebben we daar een mooi protocol voor ontwikkeld. Dus die spanning gaat er langzaam een beetje af, zoals het bij een gewone knieprothese natuurlijk ook standaard en routinewerk is. Hoe gaat het met u? Ja, het gaat met mij prima. Ik heb geen pijn. De heer Van Waas loopt inmiddels alweer vlot en probleemloos op 2 nieuwe knieën. Hij is in november geopereerd. Meneer Van Waas, hoe gaat het met u? Gaat goed. Gaat goed? Ja, ik ben heel tevreden. Ik ben er heel blij mee. Ja. Als u zegt van nou, zou je het nog een keer willen doen? Ja. Waarom bent u dit gaan doen? 2 knieën tegelijk. Dit is eigenlijk op vraag van de patiënt zelf. Patiënten die last hebben van 2 versleten knieën. Er moet 2 keer een proces doorheen van revalidatie. En een aantal mensen die hebben daar toch, die zien het voordeel van de 2 knieën tegelijk te openen. Maar 1 keer door dat langdurige proces heen te gaan. Op een bepaalde leeftijd heb je niet zoveel tijd in de toekomst. En als je daar 2 keer een half jaar voor revalidatie voor in moet leveren, is dat een behoorlijk deel. Dus als dat met 1 keer revalidatie kan, proberen we gewoon. Probeer maar heel even te komen staan, voorzichtig. 2 nieuwe knieën tegelijkertijd. Het gebeurt al wel in het buitenland. Zorgzaam is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die deze operatie nu ook doet. Bent u trots? Een beetje wel. En vooral ook leuk dat het zo goed gaat, hè? Dat mensen ook enthousiast zijn. Want uiteindelijk gaat het daarom. Het is de patiënt waar je het voor doet. Je denkt zelf aan een bepaald traject hoe het zal zijn. En dat is zoals het is of boven verwachting. Dus ja, heel blij. Dat je dit soort vernieuwingen hier ziet, dat is wel bijzonder. Want een klein ziekenhuis zoals Zorgzaam heeft ook maar een klein budget. En dan kost het extra veel moeite om nieuwe behandelingen en innovaties door te voeren. Daar heb je ambitieuze en daadkrachtige voortrekkers voor nodig, zoals de orthopeden hier. Ophef over een tweet van statenlid Martin Bos van Forum voor Democratie, hier op Archiefbeeld. In een Twitterbericht vergeleek hij gisteravond de partijtop van GroenLinks met jongeren die het syndroom van Down hebben. Na een storm van kritiek haalde Bos de tweet weg en bood hij zijn excuses aan. Bos was namens Forum voor Democratie voorzitter van de commissie Zicht op Beleid van de provincie Zeeland. Die commissie had vanmorgen een geplande vergadering, maar na forse kritiek daar op zijn optreden legde Bos het voorzitterschap van die commissie neer. Bij een woningoverval door 4 gemaskerde mannen in Oostburg is vanmorgen een man ernstig gewond geraakt. Rond 6 uur kwam er een melding vanuit een huis op de hoek van de Paulus Potterstraat en de Jan Steenstraat. Het slachtoffer is een 27-jarige man die tijdelijk in de woning verbleef. De daders zijn nog voortvluchtig. Onder grote belangstelling is vandaag afscheid genomen van Artak Tigrani. De 35-jarige man uit Zierikzee kwam afgelopen weekend bij een ongeluk om het leven. Vanwege corona is er gekozen om de uitvaartdienst op deze parkeerplaats bij Zierikzee te houden, zodat alle belangstellenden erbij kunnen zijn. Afscheid nemen is niet makkelijk. Het maakt ons stil van binnen. Niet alleen de aankomst met motoren en de muziekkeuze, maar ook het einde van de dienst geven deze herdenking een erg persoonlijk karakter. De liefde is de eerste wet is de titel van het nieuwe album van Broeder Dieleman. De Zeeuwse zanger werkte voor het eerst samen met een complete band, waaronder Peter Slager, de bassist van Bluff. Nee. Ik wilde nu echt graag een plaat maken met echt liedjes. Ik heb wel de neiging om soms ook wat grofkorrelig te houden in de muziek. En ik heb mijn vorige album, Comma, was heel veel geïmproviseerd. Maar bij deze wilde ik echt de liedjes als uitgang nemen, als basis. Dat was eigenlijk de insteek. Ja. Ik heb een nieuw raam, ik heb een nieuw raam.
Ik heb een nieuw raam, maar ik geef het alle tien. Alle tien. Het gaat bij mij wel altijd ook over zelfontwikkeling. En dat is bij deze ook heel erg een onderwerp. Zowel gewoon dagelijks onder mensen, maar ook muzikaal. Ik denk dat ook de vorm en de inhoud gaat ook over... Nou, misschien wel jezelf accepteren zoals je bent. En het is voor mij ook een manier om mezelf door de wereld te bewegen. Dus wat moet je dan maken? Hoe moet je dat nou doen? Ik denk dat daar het altijd over gaat. Ik heb een nieuw raam en ik geef het alle tien. Alle tien. Ik heb wel geaccepteerd in mezelf dat ik muzikant ben. Dus dan durf ik ook makkelijker met iemand anders samen te spelen. Dat vond ik altijd best wel moeilijk. Want? Ik heb niet altijd per se heel veel zelfvertrouwen in mijn eigen muzikale capaciteit gehad. Of ik kon het niet altijd goed plaatsen in het geheel. Of iets in die geest. Het is ook belangrijk om, als je iets anders wil, om het helemaal alleen maar in jezelf te zoeken. Dat is best moeilijk. Dus als je andere mensen er tegenaan bewegen, en ik heb... Iedereen die op het album heeft gespeeld, heeft zijn eigen inbreng, zelf bedacht. En dan wordt mijn muziek anders van. En dat geldt voor alle soorten samenwerkingen. Ja, in gezamenlijkheid kun je floreren. Het regende vandaag, met vooral vanochtend een paar flinke buien. Maar goed, de tuin die snakte er ook naar. Lokaal viel op sommige plaatsen meer dan 20 mm. En voor het eerst in tijden weer eens flinke plassen op straat. De komende dagen blijft het regenachtig en staat er ook een stevige wind en blijft het ook fris. Een goed excuus dus om binnen te blijven zitten voor bijvoorbeeld Terugkieken, waarin straks oud-medewerkers over de Koninklijke Maatschappij de Schelde in Vlissingen praten. Ja, allemaal weg. Toen ik zag dat alles gesloopt werd, dan besef je pas wat dat voor je betekend heeft allemaal. Dat deed gewoon een beetje pijn, dat al die gebouwen, het werd letterlijk vermalen, want er was een grote machine die al die stenen tot gruis vermaalde. Dat was een raar idee, was dat. Dat is zometeen. Voor nu een fijne avond en een goed weekend.